Welkom bij CarView. Mijn naam is Ben Verlooy en vandaag sta ik hier met deze prachtige nieuwe Volkswagen Passat in airline uitvoering. Want laten we eerlijk zijn, in dit lapisblauw ziet deze wagen er gewoonweg magnifiek uit. Nu, de Volkswagen Passat staat al jaar en dag bekend als een praktische, comfortabele en gebruiksvriendelijke kilometervreter. En vandaag ga ik uitzoeken of dit bij deze facelift nog steeds het geval is. Ik wens u alvast heel veel kijkplezier toe. Volkswagen Passat is voor mij een beetje een oude bekende, want dit was namelijk het eerste model van Volkswagen dat ik ooit getest heb voor CarView. Dit was de GTE-uitvoering met zijn krachtige hybride aandrijflijn en die kan je ook nog steeds gaan kiezen bij deze facelift. Nu, onze wagen heeft een conventionele verbrandingsmotor, maar is daardoor zeker niet minder interessant. Blijft een boeiende wagen en hij beschikt nog steeds over het perfecte recept van een kilometervreter. Hij is enorm comfortabel en weet een zachte rit te bieden. En om te beginnen heeft hij ook totaal geen last van wind- of rolgeluid. Zelfs met deze grotere wielen is hij enorm stil binnenin, zelfs bij hogere snelheden op de autosnelweg, wat uiteraard enorm belangrijk is voor vele kilometers te rijden. Verder heeft hij ook een aangename ophanging. Deze masseert de oneffenheden in de weg heel goed weg en in de bochten ligt deze wagen ook nog strak, zodat je niet dat slordig rijgevoel krijgt. Wil je echt sportief rijwerk, kan je ook bijvoorbeeld voor een sportophanging gaan en er is zelfs een sperdifferentieel beschikbaar. Nu, de Passat wordt standaard uitgerust met heel wat veiligheids- en assistentiesystemen. Je hebt bijvoorbeeld de adaptieve cruise control, de rijstrookassistent, de verkeerstekenherkenning en nog veel meer. Al die dingen gecombineerd kunnen ook de Travel Assist vormen en hierbij werken al die dingen samen om een natuurlijk en aangenaam rijgevoel te geven. En dat is toch heel interessant als je bijvoorbeeld heel veel autostrade doet, want hierbij zorgt het voor een extra rustgevend gevoel. Nu, wil je sportief rijden, dan kan dat bij de Passat, maar om te zeggen dat het heel spannend gaat worden, dat is wat overdreven. Zet je hem in zijn sportstand, merk je, zeker bij deze krachtigere motorisatie, dat het wel leuk kan worden. Want duw je dan op het gaspedaal, is hij zeer vlot. Maar daarover later meer. De Volkswagen Passat is uitgerust met een heel breed gamma aan motorisaties. Er zijn verschillende diesel- en benzinemotoren en ook een hybride aandrijflijn, namelijk de GTE. Onze wagen was de 2.0 TFSI-uitvoering. Deze wordt uitgerust met een 2 liter 4-cilinder inlijn turbobenzineblok met 190 pk of 140 kW en een maximumkoppel van 320 Nm. Deze wordt ook gekoppeld aan een 7-traps automatische DSG-bak en 0 naar 100 gebeurt in 7,7 seconden. Zoals we gewoon zijn van de Passat, vind je binnenin deze wagen een kwaliteitsvol interieur. Alle materiaal die je terugvindt zijn degelijk en alles is ook piekfijn afgewerkt. Nu, om te zeggen dat er heel veel dingen veranderd zijn bij deze facelift is wat overdreven, maar de dingen die aangepast zijn, zijn grotendeels in de positieve zin. Op één ding na, want helaas is het klassieke klokje hier in het midden verdwenen. Nu, je vindt onder andere een nieuw dik lederen stuurwiel, wat ik persoonlijk echt wel kan appreciëren, want ik heb vrij grote handen en het ligt dus echt wel goed in de hand. Alle knoppen hebben hier, als ze onderin, nog steeds dezelfde logische positie en dus kom je uit een Volkswagen, voelt het allemaal zeer vertrouwd aan. Ook heb je een nieuw digitaal instrumentenpaneel met wat extra functies en wat nieuwe wijzerplaten. En ook heeft het infotainment systeem een kleine refresh gehad en het beschikt nu ook over draadloze Apple CarPlay. Nu, uiteraard kan je deze Passat zeer rijkelijk gaan uitrusten. Onze wagen heeft bijvoorbeeld enorm comfortabele ergo-comfortzetels en deze zijn op heel wat verschillende manieren elektrisch instelbaar en hij beschikt ook over geheugenfuncties om jouw perfecte zitpositie op te slaan. Tot slot heeft deze bestuurderszetel ook nog een massagefunctie, wat uiteraard zeer rustgevend is. Nu, wil je een sportief interieur, heeft deze wagen ook de optie om een airline interieur te nemen. En wil je een geweldig geluidssysteem, heeft Volkswagen ook een antwoord voor je klaar.
Want deze wagen kan je gaan uitrusten met een geweldig DIN-audio geluidssysteem. Nu, deze wagen kan je dus heel rijkelijk aankleden, zoals dat hoort te zijn bij een echte kilometervreder. Want deze Passat is echt wel gemaakt om vele kilometers in puur comfort te rijden. Achterin deze Passat kunnen je passagiers comfortabel plaatsnemen. De zetel voor me staat in mijn rijpositie en ik ben 1,80 meter groot en ik heb meer dan voldoende been- en hoofdruimte. In het midden kan je ook een armsteun neervouwen voor als je achterin maar twee passagiers hebt. En je kan hier ook afzonderlijk de airconditioning gaan bedienen. Onderin heb je ook nog een 12 volt stekker en een USB-C poort om bijvoorbeeld je smartphone of tablet op te laden. En uiteraard loopt dit panoramische dak helemaal door tot hier van achter, wat dus zeer mooi is. Tot slot heb je uiteraard ook ISOFIX-punten voor kinderzitjes. De Volkswagen Passat variant heeft een kofferinhoud van 650 liter. Deze is uitbreidbaar naar een geweldige 1780 liter als je de achterbank neervouwt en dat doe je heel eenvoudig met de hendeltjes aan de zijkant van de kofferruimte. Verder heb je ook een totaalvlak laadbed en heb je ook geen laadlip wat het in- en uitladen van grote objecten zeer handig maakt. Je hebt ook een variabele kofferbodem voor mocht je wat meer ruimte wensen en je hebt nog handige vakjes aan de zijkant om nog wat spulletjes weg te stoppen. Tot slot is de kofferklep ook elektrisch te bedienen met één druk op de knop. Zoals ik eerder al zei, kan je dus best wel leuk rijden in deze Passat en zeker als je hem in zijn sportstand rijdt. Hierbij komt alles op scherp te staan, je krijgt wat meer feedback door het stuurwiel en het wordt ook wat zwaarder en ook zal de DSG-automaat in zijn sportstand gaan. Wanneer je je gaspedaal dan induwt, komt die 190 pk onmiddellijk ter beschikking. Het is een enorm vlotte wagen en er zijn ook heel wat verschillende motorisaties beschikbaar. Je hebt een heel krachtige dieselmotor, een heel krachtige benzinemotor en ook een enorm vlotte hybride aandrijflijn. Dus voor ieders wat wils. Nu, je merkt bij het rijden dat dit een enorm stabiele auto is en dat hij een goede balans tussen comfort en sportief weet te bieden. Maar je merkt altijd dat deze wagen gebouwd is met hoofdgedachte rijcomfort. En dat is natuurlijk normaal, want hij is echt bedoeld om je comfortabel van punt A naar punt B te transporteren. En dan maakt het helemaal niet uit hoe ver deze punten uit elkaar liggen, want hij gaat steeds een aangename rit weten te bieden, zodat wanneer je uitstapt, je helemaal tot rust bent gekomen. Dingen zoals bijvoorbeeld deze Ergo Comfort zetels dragen daar echt toe bij. En dan merk je gewoon dat Volkswagen het recept heel goed beet heeft. De Passat was eerder al een enorm goede wagen. En bij deze facelift zijn de dingen die aangepast zijn op het klokje na enorm goed. En dragen ze bij tot het mooie totaalgeheel van deze wagen. Wil u meer CarView, kan u uiteraard abonneren op ons YouTube kanaal. En op dat duimpje omhoog klikken is ook zeker geen ramp. Op onze website in de beschrijving kan u ook alle fotoshoots vinden van onze testwagens en nog veel meer. En van de meer performantere wagens maken we ook een extra video van enkel het motorgeluid. Alvast bedankt om te kijken en tot de volgende keer.